Welkom terug, dames en heren, bij de 25e editie van Foto 31. En ontzettend leuk dat u alle in die grote getalen, zelfs in deze vakantieperiode, ons weten te vinden. En vanavond wordt het een bijzondere uitzending, want we gaan niet zoals u van ons gewend bent kijken naar een interview met een fotograaf, maar in dit geval met Nanda van den Berg. En zij is curator en directeur van het fotografiemuseum Huis Marseille in Amsterdam. En zij wordt geïnterviewd door Mark Perust. Die is de curator en de consultant rond fotografie. En de eerste 20 minuutjes van het interview zal Nanda van den Berg vertellen over het thema photography in the age of sharing. Dus eigenlijk deze Instagram-kunst die getoond wordt in Huis Marseille. Met als titel The Infinite Identities. En daarna wordt elk van de 8 deelnemende fotografen nader toegelicht. Het gesprek gaat ongeveer een uur duren. En Nanda is hierbij live aanwezig om vragen van u allen te beantwoorden in de chat. Het is nog wel even goed om hier de sponsors te noemen, zoals van ouds, zonder welke het niet mogelijk zou zijn om deze uitzending te doen. En als eerste natuurlijk het Picturite Fonds, maar het Beeldgebouw natuurlijk ook. De papierleverancier Arca en nog steeds het theater en het café-restaurant Vrijburg. Maar nu alle aandacht voor Nanda van den Berg, Mark Perust. En ik zie jullie over dik een uur weer terug. Tot zo! Nanda, wat fijn dat we hier welkom zijn in dit prachtige museum Huis Marseille, waar je de directeur bent en ook de curator van de tentoonstelling die hier nu te zien is vandaag. En waar we ook dit webinar vandaag over houden op Foto 31. Infinite Identities, Photography in the Age of Sharing. Kan je iets meer zeggen over die titel, oneindige identiteiten? Wat bedoel je daarmee? Het was natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om een titel te vinden, ja. En dat is het altijd. En dat infinite, dat verwijst naar de oneindigheid van het internet eigenlijk meer. Okay. En de identities naar de 8 kunstenaars die hier zijn uitgelicht en ieder een zaal krijgen. Tussen al die andere personen en identities die zich ook op het internet bevinden. Dus Infinite Identity slaat eigenlijk niet zozeer op die 8, maar echt op, op de het infinity, wezen van het op de van infinity het internet. Van de lockdown en op de infinity van het internet. Ja. Nou, de lockdown wist ik natuurlijk toen nog niet. Want je hebt deze expositie samengesteld op basis van Instagram. Dat is meer het startpunt volgens mij dan het onderwerp van de tentoonstelling. Ik wil zo wel dieper ingaan op de selectie van die 8 kunstenaars. Maar je kan Instagram wordt vaak gezien als of een promotieplatform of een manier om je lifestyle of je ervaringen te delen. Hè. Wat is Instagram voor Huis Marseille, voor jou als curator bovenop die elementen? Het is eigenlijk jaren geleden dat ik die app ontdekte, omdat ik... het eerst in eerste instantie bijzonder leuk vond om naar allerlei mensen te kijken die ik interessant vond en waar ik vroeger in de jaren 90 van de vorige eeuw allerlei tijdschriftartikelen over las. En ik dacht, verrek, wat leuk, die hebben zelf een Instagram-account en daarmee delen ze dit en dat. En zo was ik er in geïnteresseerd geraakt als gewoon mijn eigen vermaak. Maar al snel kreeg ik door het gaan volgen van mensen uit het vakgebied, door fotografen, door
collega conservatoren, door internationale musea te bekijken, door kunstenaars te volgen, dat er een nieuw medium was geïntroduceerd, ja, met Instagram, dat over fotografie ging. Dus voor mij is pas die aspecten die je net noemde, om het in publicitaire manier te gebruiken, dat doen we nu natuurlijk vanuit het museum heel bewust. Maar het begin van het onderzoek had dat niet als uitgangspunt. Ik vond het juist ontzettend interessant om op Instagram via eigenlijk hoe het algoritme werkt en hoe een netwerk werkt in het gewone leven, allerlei mensen te ontdekken die ik trouwens later ook weer ontvolgd heb, want dat is ook weer het leuke van Instagram, dat je voortdurend kan innemen en dan ook weer kan uitspugen. Ja. Die probeerde op Instagram verhaal of stories of met hun posts of op de manier waarop ze zo'n bibliotheek opbouwden, een bepaalde narrativiteit te ontwikkelen. Ja. Dus een nieuwe manier van vertellen. En naarmate ik daar meer in kwam en meer door gefascineerd werd, toen kreeg ik steeds meer het idee van, ik moet daar iets mee. Want, ja, was er een specifiek moment of een beeld of een story? Of nou, dat je dacht van, ik volgde destijds bijvoorbeeld een fotografe die veel in de mode deed. En die had heel specifiek gekozen voor haar Instagram stories om alleen zwart-wit beelden te gebruiken en in een bepaalde volgorde en vanuit een bepaalde mix. En nou, uiteindelijk, als je dat een hele tijd volgt, dan vind je dat niet meer zo verschrikkelijk interessant om te blijven volgen. Maar ik dacht van, hey, wat leuk. Mensen proberen dus in dit hele nieuwe medium, waarmee op een hele vluchtige manier iets wordt verteld, ook hun eigen stijl van vertellen te ontwikkelen. En ik vond dat heel erg vergelijkbaar natuurlijk met hoe in de geschiedenis van de fotografie via allerlei camera's en nieuwe camera's en filmcamera's en Polaroid-camera's steeds een stap wordt gemaakt door het formaat en door de mogelijkheden die ze geven. Ja, want fotografie is echt een technologisch medium. Hè. Met iedere stap werd het volgens mij makkelijker om meer foto's te maken door meer mensen. En de digitale fotografie, de mobiele fotografie van Instagram heeft dat natuurlijk heel erg, zit in diezelfde lijn. Je had net al een beetje, het maakt een onderscheid tussen stories aan de ene kant en de posts en of de feed aan de andere kant. Wat is voor jou het verschil tussen die twee? Ja, het zijn bijna twee verschillende media binnen dezelfde app. Hoe duid jij die twee verschillen? Instagram is ontwikkeld door echt als foto-app, hè, om foto's te delen en door twee mannen die ook echt wel uit de geesteswetenschappen kwamen en de fotografie hoog hadden zitten en die ook zelfs met een filterontwikkelaar probeerden de mensen te helpen art te maken. Dus in ieder geval, de posts zijn altijd heel zwaar. Hè? De posts moeten bij wijze van spreken voldoen aan bepaalde eisen, want een post die blijft staan en een post daar krijgen mensen likes. Dat dus dat is ook echt wel een soort van het gevoel van die post, dat zijn kunst. Ja, er zijn mensen, ik heb ooit een tijdje ook een hele aardige Indiaanse kunstenares gevolgd en die postte 50 flauwekulfoto's achter elkaar en dat kan je op een bepaald moment toch ook niet meer dat werkt aanzien. Niet. Dus ik begrijp wel dat je een selectieproces. Ja. En er zijn ook mensen die echt heel erg bewust, zoals Frida Orupabo, die hier ook in de tentoonstelling zit, zorgen dat haar bibliotheek, Frida doet ook helemaal niet aan stories, dat klopt. Dat gewoon eigenlijk een curated geheel is. Coco Capitan doet dat ook. Heel duidelijk. Hè? Links twee beelden en dan rechts één strook met tekst. En stories is volgens mij geïntroduceerd omdat door een concurrerende Snapchat er was. En Instagram heeft de hele tijd 24 uur verdwenen. Ja, self-deleting. En Instagram die speelt altijd in en nu ook weer met hun reels om te antwoorden op TikTok en met dit om te antwoorden op dat. En zo is stories geïntroduceerd geworden.
En stories, omdat het verdwijnt, ik deed het nu net zelf ook toen ik jullie kiekte. Ik heb daar niet een hele mooie foto, maar oh, dat is leuk. Je vertelt iets met die stories. Okay, dus de story is, meer de making of, de achtergrond. Vluchtig. Okay. En niet serieus. En familiedingetjes en persoonlijker en slechtere foto's. Ja, ja. Oké. Okay. En okay, je had dat idee omdat je om daar een tentoonstelling van te gaan maken. Hoe werk je dat dan uit? Want het is, wat ook de titel, Infinite, het is echt oneindig. Ik vind het zelf ook altijd heel moeilijk als ik zelf op Instagram zit. Van ja, wat vind ik nou echt goed of leuk? Wat je zelf ook al aangeeft van nou ja, dit lijkt heel leuk, maar na 3 maanden ben ik er ook wel een beetje op uitgekeken. Het lijkt me heel moeilijk om die stap te zetten van oké, met deze mensen ga ik daadwerkelijk contact leggen, met deze mensen wil ik gaan werken. Kan je daar iets over vertellen? Het uitgangspunt is inderdaad ook altijd geweest dat het om kunstenaars moet gaan. Altijd geweest, dat zeg ik nu wel vol bravoure, want ik heb natuurlijk eerst heel lang zitten nadenken van wat moet ik, hoe moet ik dat dan gaan aanpakken? Want dit is iets dat met fotografie. Het vormt nieuwe kunstenaars volgens mij. Dit is een medium dat over fotografie gaat. Ik moet daar iets mee, maar het is zo idioot, breed en groot. En hoe zal ik dat dan aanpakken? Ik begon allerlei screen grabs te verzamelen als research. Een heleboel daarvan hangen hier in het museum. Omdat ik dacht, kijk. Vooral in de gangen, hè? Als je rondloopt. Ja, in de gangen. Dus dacht ik, kijk, dit is een nieuwe iconografie. Ik heb in Utrecht kunstgeschiedenis gestudeerd. Dat was de school van de iconografie. De uitleg van het 17e eeuwse druiventrosje en zo. Dus ik zag, Wat daar dan de symbolische betekenis van zou kunnen zijn. Precies. Ja. Ik zie daar een hand. Hé, ik zie weer een hand. En ik zie nog een hand. En die hand doet iets. Dus echt zo'n heel bijna 17e eeuws motief, of veel eerder ook. Dat dan in de fotografie opnieuw wordt opgepakt. En ik ken eigenlijk geen enkele andere vorm van fotografie waar dan een hand zo vaak in wordt gefotografeerd en afgebeeld als op Instagram. En heeft dat denk je ook even doorgaand op die iconografie, heeft dat dan denk je ook voor het publiek dat ziet of dat daarmee mee de interactie aangaat, die symbolische betekenis? Ik denk het niet, maar het is meer ook het onderzoeken van het nieuwe perspectief heb ik zelf het idee gehad dat daarachter zat. Waarom zou je anders je bovenbenen fotograferen in verschillende prints? Ja. Of dat doen mensen. Of mijn nagellak staat zo mooi bij hier dit glas en de tafel. Dat is een beeld van Instagram. Ja. En ik denk niet dat daar een dubbele betekenis of een memento mori in zit over het algemeen. Okay. Maar goed, je moet dan wel, hè, want je wil een tentoonstelling maken. De ruimte is per definitie beperkt. Dat was de research. Hè? Ja. Dus jullie zien ook in die screen grabs die hier dan hangen. We hebben voor alle screen grabs toestemming gekregen. Ik heb er nog duizenden meer, maar deze mochten we ophangen. Dat daar een hele exploratie van allerlei vrolijke motieven in zitten. Mm-hmm. Van bepaalde selfies, maar niet hele slome selfies van hier selfie en dit is mijn gezicht. Maar met allerlei mooie perspectieven in spiegels en andere hoeken. Zoek je dan ook naar referenties zelf? Komt vanuit de kunst? Er zijn absoluut referenties. Bijvoorbeeld bij de voordeur van 399. Daar hangt een aantal screen grabs van een modemerk. Mm-hmm. 2 modemerken die heel duidelijk voor mij schilderkunstige referenties hebben. Zoals van het Franse merk Marine Serre. Zie je een vrouw en profiel, en dat is precies een schilderij van Piero della Francesca. Okay. Alleen ze is natuurlijk super hip, want ze heeft een tasje om en de recycled kleding en het logo. Daarnaast is een foto van een ander modemerk, dat is precies zo'n schilderij van zo'n Noorse schilder uit de 19e eeuw met van die hele grijze en witte tinten en een beetje van onderen het perspectief. Ja. En dat zag ik natuurlijk, maar stories, ik keek daar iedere dag naar, dat gaat heel snel voorbij. Ja. Duurde ook eventjes voordat ik eindelijk een tip kreeg van een van de personen die ik volgde, dat je vinger erop moet houden, zodat het wat langer staat. En dan kon ik de teksten lezen, maar goed, dat had ik wel vrij snel dan geleerd.
Maar ik dacht steeds van, oh, maar dit moet ik, gelukkig dacht ik op een bepaald moment, dit moet ik bewaren. Want in vroegere onderzoek heb ik wel eens heel dom gedacht van, dat ga ik later nog wel doen. Dat vind ik nog wel. Ja, dat vind ik nog wel. Ja. Nou, dat vind je niet. En nee. Zeker niet met stories, want die gaan weg. Dat is gewoon echt weg dan. Dus uiteindelijk heb ik heel veel stories bewaard, gescreengrabbed. Ja. En post niet. Het moet een enorm niet. Archief post niet. Geworden zijn. Ja, en heel zwaar. Zo'n screengrab is 12, 13, 14 MB. Het was heel lastig om mee te werken. Wist ik ook werken. Eigenlijk niet, om mee en, te werken. Maar dan moet je wel naar die beperkte aantal kunstenaars. Of heb je ook gespeeld met de gedachte om het wel bij die screengrabs te houden? Dus nou, nee, juist nooit. Dat was infinite. Eigenlijk alleen maar research. En het reflecteert het jaar dat ik, natuurlijk deed ik daarvoor al research, maar dat ik ze ging bewaren en verzamelen om te kijken, maar kan ik dan iets schrijven over de iconografie van een Instagram story? Nooit gedaan hoor, maar dat was nog eventjes het onderzoek. Ja. Het is ook het mooie als jullie daar dan meer over weten en langslopen, dat het ook de reflectie is van een jaar. De data staan er natuurlijk boven. Ja. Dus je ziet op een bepaald moment de eerste lockdown. Die krijgt een hele muur met al die beelden die de eerste lockdown in ons dagelijks bestaan vertegenwoordigen. Ja. Via de mensen die ik dan volgde. Dus je ziet opeens de mondkapjes geïntroduceerd worden en je ziet de eerste straten. Lijkwagens en je ziet de lege straten. En ik ga ervan uit, en ook dat zie je natuurlijk ook heel erg terug in de tentoonstelling, dat wat je volgt is ook heel erg internationaal. Je bent dat is heel dat is het mooie, infinity. Je kunt echt globaal, mondiaal moet ik zeggen. Het is zeggen. Plat, het is natuurlijk niet echt plat, want je wordt natuurlijk geleid door bepaalde algoritmes. Daar kan je niet. Maar als je in een fysieke kring verkeert, in een kunstkring, dan is dat ook iets dat ook gebeurt. Hè? Door de een krijg je een tip van de ander. Maar goed, die screengrabs, dat was dus meer een beeldmatig onderzoek om te kijken wat gebeurt er nou en wat voor motieven zien we, wat voor nieuwe taal is er. Maar dat was nog niet het antwoord op hoe ik die tentoonstelling moest gaan doen. Daar kwam op een bepaald moment een verlossend inzicht dat ik, net zoals ik een andere groepstentoonstelling zou gaan maken, gewoon de mensen moest gaan kiezen die ik erg goed vond. En die mensen moesten ook iets extra's doen met hun Instagram-account. Dus zij moesten... Dat was de extra laag boven de kunst... communiceren of over hun proces communiceren of ons via Instagram meenemen naar de persoonlijke sfeer. Heb je daar een hele, hoe moet ik het zeggen, hele specifieke categorisatie op losgelaten? Van ik zoek iemand die documentair is en ik zoek iemand die dit doet. Of heb je zo gewerkt of heb je dat ook veel meer op je eigen gevoel gedaan? Het feit dat, zoals jij net zei toen we elkaar tegenkwamen eerder, het gaat alle kanten uit. En dat hebben meer mensen gezegd. Het gaat alle kanten uit. Nou, natuurlijk, jouw eigen Instagram-account gaat ook alle kanten uit. Het reflecteert de figuren die je volgt. Ja. En dat zijn hier zowel kunstenaars, puur sang, zoals een Martine Gutierrez of een Frida Urupabo. En meer documentaire fotografen die ik ook volg. Maar het moment dat ik ze gekozen heb, dat ik dacht van ik moet hem of haar vragen om mee te doen, was dat ik stuitte op een specifieke screengrab of een specifiek verhaal of een doorgaande lijn waarin ze iets communiceerden over het proces van hun werk en waarbij ze Instagram gebruikten als een extra digitale laag die informeert of communiceert of bepaalde fases laat zien. Ja, en dan heb je die 8. Hè? En dan moet je daar. Dan heb je nog geen tentoonstelling. Dan heb je 8 namen. Je schreef volgens mij ook ergens zet je de digitale werkwijze en de museale werkwijze een beetje tegenover elkaar. Want vanwege de lockdown moest je de tentoonstelling digitaal maken. Niet alleen opbouwen, maar ook inrichten. Kan je daar iets over vertellen? Hoe die digitale werkwijze jou dwong om deze tentoonstelling te maken?
Nou, normaal, de normale gang van zaken is al ontzettend heerlijk ambachtelijk. Je nodigt een fotograaf uit. De meeste mensen kennen ons toch nog niet, hoewel we echt goed internationaal ook goed bekend staan. Maar dan zeg je Huis Marseille, is een moeilijke naam ook in het buitenland. Maar nou, op een bepaald moment leg je contact op de een of de andere manier. Via een galerie of rechtstreeks, via een direct message. Nou, dat lukt meestal niet overigens. En dan introduceer je jezelf en het concept van de show, zoals je dat voor ogen hebt. En dan vraag je of deze kunstenaar mee wil doen. En dan vraagt men meestal, wie doen er nog meer mee? Nee, ja, tuurlijk. En die heb je dan nog helemaal niet. Maar, dat is altijd het spel, hè, om daar goed mee om te gaan. Oké, nou, maar wat altijd heel goed helpt is als ze je wel kennen op de een of andere manier. Of op je website gaan kijken en zien wat er in de collecties of wat je nog meer aan tentoonstellingen doet. En dan nodig je zo iemand uit om hier naartoe te komen en de ruimte die je voor ogen had. Of misschien wil diegene juist een andere ruimte en hij is de eerste, dus hij kan nog kiezen. En nu was het veel moeilijker natuurlijk. Het is moeilijk om dat concept van die tentoonstelling, voordat het gerealiseerd was, zelfs uit te leggen aan mijn medewerkers. Die denken, wat moeten ze nou toch met die screen grabs en zo. Dus het was ook heel lastig om die toestemming te vragen aan die mensen die dus niet een zaal kregen, maar wel in de screen grab zitten van, mogen wij dat in de gangen en zo. Ze konden hier ook niet komen. Ze kenden dat gebouw niet. Ze denken, Nou ja, gelukkig zijn er heel veel aardige mensen die zeggen, ja hoor. Heb je uiteindelijk maar dan alle komen mensen dus gekregen hier die je wilde? Ja, dat is wel gelukt Dat is gelukt. Al die ingewikkelde omstandigheden heb je ze allemaal kunnen overtuigen. Ze hebben in eerste instantie ook allemaal uitgenodigd natuurlijk. En we hebben tickets geboekt. En die konden we vervolgens weer vouchers voor krijgen. Twee kunstenaars zijn hier uiteindelijk geweest. Coco Capitan en Thomas Loor. En dan merk je ook meteen hoeveel fijner en makkelijker het is om te werken. Want dan worden ze enthousiast door het gebouw en dan gaan er allerlei ideeën stromen. En dan werk je samen en je bedenkt samen een format. Zoals bij Thomas Loor, wat hier hangt. Die had 35.000 foto's. Ja, nou, dat heeft hij eerst zelf een eerste selectie gemaakt. Ja, daar heb ik ook nog een vraag dan, over. Hoe je daar dan inderdaad nog een selectie uit kan maken. Maar een selectie maken moet je altijd doen als je met een kunstenaar een tentoonstelling gaat beginnen. Maar van 35.000 beelden, dat is natuurlijk excessief. Dat is te veel. Een stap extra dan normaal, zullen we maar zeggen. Hij zegt zelf ook dat hij erg obsessief is dan. Maar dat is de manier. Dat is de gewone, normale, fijne, ambachtelijke rondlopen, snuiven, dingen uitproberen. Proefje tegen de muur houden. Maar goed, dat kon niet. Naar het laboratorium gaan, naar de lijstenmaker gaan. Dat is de manier. Nou, dat kon niet. Dat kon niet gewoon. Dus ja, dan heb je gelukkig toch wel zoiets als Zoom, dat ik nog nooit eerder gebruikt had en waar we nu natuurlijk nooit meer van afkomen. Maar ja, het is natuurlijk wel een mooie introductie. Je kan zo aan het andere eind van de wereld iemand spreken. En verder hebben we een tentoonstellingsontwerper, Philip Lucien, die maakt 3D-modellen. We hebben maquettes. We hebben het dan over ideeën en dan komen er wat beelden onze kant op en maken een selectie. En dan zet Philip ze in een 3D-model en dan mailen we dat weer terug. Je bent daar wel uitgekomen volgens mij, want het voelt, als je hebt twee fotografen of kunstenaars die je wel gehad. Het is wel heel belangrijk, het zijn allemaal echte kunstenaars. Dus het zijn professionals. Ze weten wat ze doen. Waar je er niet uitkomt, denk ik, is als je als mensen gewoon alleen maar op Instagram iets doen en niet weten hoe een museum werkt. Dat zal lastiger zijn. Ja, kan ik me voorstellen. Laten we naar een aantal individuele kunstenaars kijken. Laten we even op die manier door de expositie lopen. Volgens mij zijn Santi Palacios en Miriam Boulos en je noemde hem al Thomas Loor. Dat zijn de meer traditionele
iets traditionelere documentaire projecten volgens mij. Palacios toont werk over de vluchtelingencrisis op de Middellandse Zee en het gevecht tegen COVID in Spanje. Wat maakt zijn werk nou bijzonder voor jou? Nou, ik was, zoals ik al net toelichtte, ik volg allerlei fotografen op Instagram en ook tijdschriften of obscure dingetjes. Dan ga ik een tijdje kijken van, oh, wat is dit dan voor nieuwe periodiek daar? En ik volgde ook Santi's werk, wat ik in de krant had gezien, in de NRC, hè, van die hele grote historische stukken eigenlijk, ja, met diepe kleuren en dramatische momenten. Dramatische esthetiek ook. Ja, dramatische esthetiek en zwaar aangezette luchten. En ik vond hem, ik vond hem heel goed. En ja, het was natuurlijk een ontzettend schrijnend onderwerp wat hij had. Het was destijds, ik geloof, migranten. Wat ik op de Middellandse voor het Zee. Eerst, ja, in de krant. Was geloof ik op Lesbos of nou zoiets. Dus ik dacht, ik ga Santi Palacios volgen en ga kijken wat hij allemaal doet. En nou ja, zoals ik al net had gezegd, iedere dag keek ik best lang tijdens het ontbijt en 's avonds bij het thuiskomen op Instagram voor research natuurlijk. Dus man en dochter waren al aan het klagen, maar ik zei, dat is research. En daar zat ik gewoon 's ochtends mijn kopje koffie te drinken en mijn ontbijtje. En ik ging van het ene leuke postje over, ik volg namelijk ook heel veel koks en zo, dat is een hobby, die zijn hier niet te vinden, maar zoals ieders Instagram is. En dan ineens komt daar een heftig beeld. Opeens kwam daar, was ik op een bootje en voer ik mee met Santi Palacios naar dat overbeladen vlot. Ja. En dat was zo heftig en dat kwam zo hard binnen, dat ik dacht, dit is ook een heel belangrijk aspect van Instagram. Dat de mensen veel dichter bij een gebeurtenis worden gebracht dan wanneer ik dat even in de krant doorblader. Dus Instagram wordt daarmee eigenlijk een bijna betere drager van nieuwsfotografie dan de traditionele media. Zou je dat kunnen zeggen? Je wordt enorm geconfronteerd als je daar gewoon onnozel zit te kijken. En hij had een heel klein videootje gepost van maar 2 minuten. En het heeft een diepe indruk gemaakt. Ja. En later had hij dan gepost, die foto die ik hier als een monument heb, met dat kleine houten lijstje. Die is er ook weer afgehaald, want die werd door... Het is een vrij confronterend beeld met overleden vluchtelingen in een bootje op de Middellandse Zee. Door Facebook gecensureerd en daarna is hij er geloof ik weer even opgezet en heeft Santi hem zelf afgehaald. En hij zegt, Santi zegt, ik vind het belangrijk om aan mensen te laten zien wat er gebeurt op zee. En het is geloof ik vandaag of gisteren wederom gebeurd dat er allerlei verdronken mensen zijn aangespoeld. En ik vond het belangrijk om dat te laten zien in deze, want dit is ook onderdeel van Instagram. Ja. Het maakt het tot iets heel persoonlijks. Ja. Het maakt het tot een persoonlijke ervaring. En veel meer dan wanneer je wanneer je het in de krant ziet. Okay. En ook omdat het een ander, ik heb ook screengrabs van Santi's stories daarnaast, dat het ook een heel ander formaat krijgt. Dus dat maakt het is heel anders dan als verzorgde foto. We gaan toch even door, want je hebt 8 prachtige zalen ingericht met kunstenaars. Mirjam Boulas, die woont en werkt in Beirut, Libanon, en toont in deze expositie werk over de opstand van de bevolking, een beetje tegen de corruptie in haar land. En je hebt een hele zaal ingericht, samen met haar denk ik, over de gevolgen van de grote explosie in de haven van Beirut vorig jaar. Volgens mij een vrij jonge maker nog. Ze zijn eigenlijk, behalve Santi, die is geloof ik iets ouder. Ze zijn verder allemaal heel jong. Want zij ook zit ook een beetje meer in die documentaire hoek. Hoe verschilt haar werk dan van Santi's werk bijvoorbeeld? Ze zijn allebei denk ik bijzonder gepassioneerd in wat ze doen. Ja. En laten zich op geen enkele manier wegjagen. En zoals Mirjam daar de straat op ging en het staat ook een stuk dagboekfragment van ik heb vandaag foto's gemaakt vanwege traangas met mijn ogen dicht. Dus dat activistische, dat hebben ze allebei. Ja. Maar Mirjam kwam ik op via een algoritme, omdat heel veel
zoals Fara en een paar interessante conservatoren die ik had gezien op de Biennale van Venetië. Ook Mirjam volgde. Dus Mirjam kwam me eigenlijk op die manier door op het algoritme weg. Is die je aangeboden en, bijna. Ja, nou ja, zoals het algoritme werkt. En ik vond haar werk heel intrigerend. En toen, want toen was ik dat dus al aan het onderzoeken. Toen begon die revolutie op 19 oktober. Ja. En toen dacht ik, oh, daar was ze zo direct, had ze zo echt een onderwerp en was ze zo mee bezig. Ik ga haar vragen om mee te doen aan de tentoonstelling. En toen we daar al mee bezig waren, kwam de explosie. En die hebben we toen binnen een paar maanden hier kunnen ophangen. Ja. Dus dat is ook iets van Instagram. Dat wist ik eerder dan dat NOS-journaal. Het rapporteerde, omdat Mirjam erover post. Door de Instagram biedt ook de mogelijkheid om direct te weten wat er gebeurt. Je hebt ook een Duitse fotograaf die net naar Parijs is verhuisd, volgens mij. Thomas Lohr, een modefotograaf van oorsprong. Ja, ik... Maar we zien geen modefotografie in deze expositie. Ik volg ook... Ja, het komt echt allemaal. Heel veel informatie komt van Instagram. Ja. Maar ik lees al jarenlang met veel plezier het Duitse tijdschrift, culturele magazine 032C. Mm-hmm. Dat is erg inspirerend, omdat ze zowel mode als filosofen, als denkers... Ze zijn breed cultureel georiënteerd, toch? Ja, ik heb er veel aan gehad al in de afgelopen jaren. En dat is, zoals ik zeg, een Duitse uitgave. En Thomas is een Duitse fotograaf. En Thomas die heeft... toen een aantal tijdschriften lang, een aantal afleveringen, grote modereportages gemaakt. En ik dacht, kom, ik ga ook Thomas Lohr eens volgen. En zijn modefotografie is totaal anders. Ja. Is heel perfectionistisch, heel technisch, heel maar het is echt modefotografie. Ik zou hem niet zozeer als kunstenaar willen klassificeren, toch? Het is echt modefotografie. En hij is ook een fotograaf van grote advertorials. En brands en de klassieke modefotograaf in die zin. Ja, maar in 032C heeft hij natuurlijk die hele experimentele dingen. Wat hij ook altijd zelf uitprobeert. Ja. Hè, door in zo'n, ik weet absoluut niet hoe het... heet en ik zou er ook absoluut nooit en te niet meer ingaan. Maar zo'n mat waar je in gaat, wat helemaal vacuüm gezogen wordt. Of zo'n andere, dat die Kiko, die hier ook een paar keer te zien is. En in het boek Kiko Mizuhara, het Japanse fotomodel in zo'n robotding. Dus dat waren interessante experimenten. Dat is ook een kant van de fotografie. Laatst sloeg ik ook weer de nieuwste 032C open. En toen dacht ik, god, die digitale fotografie die wordt toch ook steeds interessanter. Dat zit toch ook wel iets dus in. Dat is... dan ga ik kijken wat post zo iemand. Dus ik was hem net gaan volgen eigenlijk. En toen begon hij op zijn kenmerkende, excessieve manier... al die uitzichten... Al die uitzichten, je ziet ook boven aan die screen. Hij zat in lockdown in Parijs. Ja, Parijs. En daar was hij net. Hij was daar net gaan wonen. En je ziet van mijn grabs aan die kleine stipjes hoeveel stories die man plaatste. Veel te veel, echt veel te veel. Maar goed, in het begin was ik er erg enthousiast over. Want ik dacht, goh, dit is een soort Bauhaus perspectief. Met al die schaduwen en die zebrapaden. En wat leuk. En dit is echt een... Dus ik al enthousiast via direct message... hier moet je wat mee doen, die moet je bewaren. Ja. En hij antwoordde ook nog, ja, ik ga een boek maken. Dat ligt ook in de museumwinkel intussen. Dat ligt ook in de museumwinkel, dat was zijn eigen boek, was hij zelf eens al mee bezig. Dus dit is ook daarom puur een zaal of een werk of een kunstenaar die hoort met dit werk in deze tentoonstelling. Ja. Omdat ik hem heb leren kennen eigenlijk via Instagram. Ja. Dat werk is gemaakt puur voor Instagram met een iPhone en niet op zijn technische manier. Het gaat over het documenteren, over het narratief. Hè. Het zijn 100.000 verhaaltjes. Ja, het gaat over 35.000 foto's in 65 dagen lockdown. Het is wel echt heel veel. Ja, zijn vrienden hebben ook gesmeekt, heeft hij gezegd van Thomas, alsjeblieft, hou op. Doe minder. Wat grappig. Ja. En er hangen er hier geloof ik 125. Er hangen er 125 of 135. Ja. Maar heeft hij het zelf geselecteerd? Hij heeft het zelf terug geselecteerd naar 350 en daarna
Okay. Moesten we samen kijken en zei ik nee, ja, nee, ja, maar dat is natuurlijk ontzettend willekeurig. Ja. Dus, ja. En uiteindelijk hangt er een heel mooi... Het is opgehangen als een gift. Dus het voelt nog steeds wel als een Instagram. Drie dagen lang heeft hij daaraan gewerkt. Dus kan je nagaan hoe secuur hij de verdeling van rode stipjes en dwarse streepjes en echt schaduwen en een verhaal hier en een ander verhaal daar. Geheel. Dat heeft hij echt heel goed gedaan. Ja, bijzonder, bijzonder. Nick Sethi, een Amerikaanse fotograaf of met Indiaanse roots. En hij reist heel veel terug naar India. En hij neemt ons mee eigenlijk op die reizen naar het land waar zijn roots liggen. Volgens mij kenmerken die reizen zich, als ik ernaar kijk, heel erg door een open blik. Ik vroeg me af of is hij zo naïef of speelt hij bewust met vooroordelen? Wat is... Hoe kijk jij daarnaar? Ik krijg inderdaad gek genoeg heel veel opmerkingen daarover. Van die paar mensen die hier zijn geweest. Hè, door de lockdown zijn maar 2 weken open geweest. Af en toe laten we iemand die op bezoek komt de tentoonstelling zien. Dat ze het op een of andere manier misschien clichématisch, toeristisch vinden. Of dat... ik had laatst iemand die zei van ja, om nou juist die arme kinderen te fotograferen, daar heb ik ook al zoveel van gezien. Of een ander die zegt van je krijgt precies te zien wat je van India verwacht. En zo heb ik dat helemaal nooit bekeken bij Nick. Bij Nick begon het andersom. Want mijn titel Infinite Identities gaat ook terug op Infinite Circulation. Hè? De beelden... Ja. Die nu hier aan de muur hangen, die weer worden gefotografeerd en op Instagram gezet en op Instagram gevonden en tot beeld gemaakt. Het gaat continu door. Ja, Nick is heel erg een iemand die dat doet op allerlei vlak. Die ook natuurlijk met veel liefde allerlei relieken uit wateren diept en hier een stukje en dat koestert en dat ergens neerzet. Ik begon bij Nick eigenlijk met zijn boek. Dat boek heb ik op kantoor. Dat boek ziet eruit als een Indiaas telefoonboek. En dat boek staat van pagina 1 tot en met pagina 400 vol met foto's. Geen tekst, allemaal foto's. Een cacophonie van foto's. Net zulke foto's als je in zijn beelden ziet. En toen dacht ik, ik was nog steeds in die researchfase van... hier is een boek als een Instagram. Zo zat ik er een beetje naar te kijken. Hè? Ik vond zijn manier van fotograferen, van editen, van het van het is heel stapeling. Direct, het is heel open, het is heel spontaan. Het is natuurlijk geselecteerd, maar het lijkt niet geselecteerd te zijn. Het lijkt allemaal achter elkaar te komen. Dus zo ben ik hem gaan volgen. Ik dacht, die Nick die heeft... En zo vond ik een tentoonstelling waar hij aan meewerkte in een galerie aan de oostkust van Amerika. Okay. Daar deden meer mensen aan mee. Het was georganiseerd door Virgil Abloh, de modegigant. En iedereen die had daar een foto aan. Het zal wel een poster zijn geweest, dat kon ik ook niet zien op die screen grab. Aan de muur en de mensen die kwamen... Die mochten dan een paar van die posters uitkiezen en dan werd dat een zien. Dus ik dacht, dit is geweldig, dit is circulation hier. Nou zie ik, zoiets moeten we ook doen als de tentoonstelling er is. Dat je dan posters, nou dat hebben we nog niet voor elkaar gebracht, maar dat je dan een poster kan uitkiezen en dat je dan je eigen zien en nou, Nick. Zo ben ik Nick gaan volgen. En toen heeft Nick, doet hij nou op dit moment trouwens helemaal niet meer, heeft hij een aantal... soort van vervolgverhalen gepost, die hier als filmpjes... Ja. Het is natuurlijk niet, dat zegt onze technische audiovisuele man de hele tijd... Het is heus niet zo dat je dat iPhone-filmpje gewoon daar kunt... Hij heeft er heel veel aan moeten doen, maar... Het voelt wel zo. Ja, het is eigenlijk het allerdichtst bij Instagram en iPhone dan alle andere kunstenaars. En die filmpjes die waren zo verschrikkelijk grappig. Ik bedoel, als je dan eenmaal into Nick bent en je volgt hem en je weet wat hij allemaal doet. En hij gaat daar met zijn hele open, sympathieke manier op zoek naar Bob. Dat is dan een jongen die hij al 10 jaar bezoekt. Van een familie die op straat woont. Ja. En waarmee hij altijd zijn fotoapparatuur
uitleent. Dat doet hij dus de hele tijd. Er verdwijnt ook wel eens een camera, maar oké, Nick heeft het ervoor over. Ja. En men fotografeert elkaar en hij komt dan weer terug met die fotoalbums. En ik vond het echt ontzettend leuke filmpjes met al die commentaren dat hij dan weer op zoek dus, was. Dus eigenlijk vertegenwoordigt zijn project ook een beetje de luchtigheid van Instagram. Ja, dat zo maar zeggen? Ook dat vond ik ook een nieuw genre. Dat ik die filmpjes, ik zat er iedere avond naar uit te kijken naar de vervolgaflevering van hoe het verder ging met de zoektocht van Nick op zoek naar Bob. Met z'n vieren op een brommertje. En dus met echt, de enige aanwijzing. Ja, bijna de Netflix-achtige binge-watching kan je bijna niet noemen. Binge-watching van Nick, maar je heb wil ik wel een weten gedaan. Hoe het doorgaat. En ik vond het echt, ik dacht, dit is dus ook een nieuw genre. Dit hoort ook in mijn tentoonstelling, dacht ik dus toen. Dus serialiteit, zeg maar, in die, op een eigen nou, een hele andere een, manier. Hè, zoals met een vervolgserie, met een cliffhanger van afkomstig uit de ook film van is Pearl, te Beyond the Cliff hing. Dat was Instagram ook. En daarna zag ik dat hij ook was, ik weet niet op grond van die filmpjes of op grond van zijn feed, dat weet ik niet. Maar op een bepaald moment werd hij ook uitgenodigd door bepaalde brands en merken. En volgens mij kwam dat door zijn Instagram feed. Ja. En dat was ook weer een element van mijn concept over de eeuwige circulation. Ja. Van dat het ook weer werk oplevert. Ja. Dat mensen er worden ontdekt. Ja. En toen ben ik Nick gaan opzoeken in Parijs. Want op Instagram zag ik dat een Parijs community, heette ze geloof ik. Die zeiden van, was een pop-up show in een Hotel Normandie. En dat werd toch afgebroken en kunstenaars mochten daar installaties doen en ik las, Nick Sethi. Dus ik op en neer naar Parijs, dat kon toen nog voor lockdown op een zaterdag, om mijn concept te toetsen aan Nick. Ja. En Nick vond het een goed idee en Nick zou meedoen. Nou, ik heb net verteld, dat is belangrijk om te zeggen, wie doet nog meer mee? Nick doet mee. Dus had je mijn naam? Dat voor mij was dat een heel belangrijk begin. En bovendien zeer sympathieke jongen die op allerlei manieren illustreert hoe Instagram een rol kan spelen in kunstenaarschap. En hij neemt je helemaal mee in zijn belevingswereld. Hij neemt je mee in mijn manier van communiceren, in het ontwikkelen van middelen, in werk genereren, in mensen ontdekken. Ja. Daar staat Nick voor. Leuk. Laten we doorgaan naar de volgende. Farah Al-Kassimi met de Instagram handle Frequently Asked Question. Ja. Dat is de zaal waar we nu ook zijn. Hè? Dus dit werk is van haar. En zij speelt volgens mij heel bewust met vooroordelen. En presenteert de wereld om haar heen een beetje als een soort van lachspiegel. Probeert een vervorming te creëren. Zodat je. Dat is mijn indruk van haar werk. Ze zoekt volgens mij ook heel erg naar de rol van de vrouw in de maatschappij. Met name in de golfregio, hè, waar ze voornamelijk werkt. Vind je haar activistisch? Nou, zo goed. Dat is dus een van de eeuwige jammere dingen. Dat Farah hier nog nooit geweest is. En dat ik haar. Nee, maar op basis van haar werk, wat is jouw indruk? Ja, nou, daarvoor is het ook te rijk, denk ik. Hè? Het is too muchness, zo beschrijft ze het zelf. De overvloed aan lagen. Je moet wel heel diep graven om daar een woeste boodschap in te vinden. Zo interpreteer ik dan activistisch. Maar het is natuurlijk wel absoluut met een boodschap. Het gaat over de verdeling van genderrollen in die Emiraten bijvoorbeeld. Die ze vooral door haar kleurgebruik. Dus de kleuren die sowieso, die hyperkleuren die daar dan. Ik ben er nog nooit geweest hoor. Die Emiraten, vooral die winkelcentra kenmerken en dergelijke. En ook die versieringen, die oppervlaktes, die lagen over elkaar heen, die scheiding maken tussen de mannen en vrouwen omgevingen. En eigenlijk, dit was het eerste beeld dat ik ooit van haar zag. Het is nu ook een collectiebeeld, al eerder dan de tentoonstelling er was. En dit zag je op Instagram of zag nee, je dat ergens anders? Een knipsel van de Financial Times. Onze penningmeester Steven Vis stuurt altijd artikelen over fotografie uit de Financial Times naar me toe. En ik zeg dat, kijk Steven, die heb ik uit de Financial Times. Dat is, het was zo'n treffend raar beeld van die volière daar binnenshuis. En
ik bleef er maar naar kijken. De vrouw die dan met een telefoontje daar nog weer een foto van maakt. Dus in die zin refereert het ook wel weer naar de thematiek. Beeld, het is ook een beeld. Ja, ik heb dus voor Huis Marseille geacquireerd bij een galerie in de Emiraten. Dat is natuurlijk ook al raar, want normaal gesproken ga je dat werk gewoon van dichtbij bekijken. In een, hè, maar, dat kon ook allemaal niet. Dat kon ook allemaal niet. En van daaruit was er even eigenlijk niks, behalve dan dat ik naar Art Basel, een van de laatste, zal de laatste keer zijn geweest, waar altijd een hele mooie tentoonstelling is, Art Unlimited. En daar bleef zo'n beetje links in mijn ooghoek iets tomaatroods hangen en nog iets. En toen dacht ik, god, dat lijkt wel een beetje op wat ik heb gezien van vader Al-Kassim. Maar ik ben daar niet toen, op dat moment, beter naar gaan kijken. Dat is het gekke. En toen later weer thuis, via andere fotografen die ik volgde en kende, kwam ik opeens Farah tegen in hun verhaal en zag ik haar handle. Want dat had ik zelf ook niet zo gauw gevonden. Nee. Frequently Asked Question, haar initialen. Ja. En toen ben ik verder Farah gaan volgen. En ik vond dat ze heel erg paste in het concept van de beelden en de kleuren en de hoeken en de onderwerpen die ze fotografeert. Daar zie je heel veel research materiaal op haar verhaal. Ja. Ja. Ik moet van mijn dochter altijd verhaal zeggen in plaats van stories. Wat vinden jullie beter? Bij Instagram zijn het stories en verder hou ik het altijd over, heb ik het altijd over verhalen. Maar Farah is dan misschien geen activist of activistisch. Volgens mij is Frida Odupabo dat juist wel. Is die wel heel activistisch, vooral op haar Instagram-account. Hè. Zij gebruikt Instagram als een soort van beeldarchief. Hè. Ze vindt, want het is found footage, gevonden materiaal, over met name het zwarte vrouwelijke lichaam, vaak gemaakt door witte mannen. Dus daar spreekt al. Zij speelt, is volgens mij heel erg bezig met juist dat beeld en beeldvorming en haar eigen positie daarin. Want ze is van Noors-Nigeriaanse afkomst, begreep ik. Ja, zij heeft inderdaad typisch zo'n onderzoek dat ze voert naar wie ben ik eigenlijk, waar stam ik van af. Te licht om zwart te zijn en te zwart om wit te zijn. En haar moeder is geloof ik Noors en haar vader dus Nigeriaans. En ze is sociologe ook. En ze heeft net als Santi heel veel onderzoek gedaan naar die archieven, juist, die over het algemeen op internet te vinden zijn, maar in een resolutie waar je daar niet een mooi beeld van. Dus voor haar was Instagram echt een vondst. Zij vond het echt fantastisch. Dat kan je echt low res, kan je daar alles opzetten, hoe slecht het beeld ook is. En de impact die ze creëert is door haar selectie, door haar curating en door de manier waarop ze het bij elkaar zet. Het kan heel donker zijn. Maar wat hier in het museum getoond wordt, is echt een installatiewerk. Het is direct gelieerd aan haar werk op Instagram, maar het is wel echt een heel andere vorm en vertelt bijna ook een ander verhaal. Hoe is dat tot stand gekomen? Wat moet ik zeggen? Als ik heel eerlijk ben, door de lockdown zijn sommige kamers ook tot stand gekomen omdat dat werk er was. Okay. Meestal als je kunstenaars uitnodigt, dan maken we nog werk of dan maken we een selectie. Maar hier bijvoorbeeld ook bij de andere, Santi's serie was er al. Ja. Mirjam's serie, natuurlijk moest dat die serie zijn over de explosie van Time. Ja. Het was niet zo dat ik met Mirjam eindeloos in boekjes heb zitten bladeren en naar Prins heb zitten kijken en gaan, zullen we het zo doen en zullen we het zo doen. Dus bepaalde series die bestonden al. En bij Frida was dit voor een groot deel een tentoonstelling die in Italië te zien was geweest. Okay. En door lockdown, ik was verschrikkelijk blij dat hij hier kwam, maar ik wist op dat moment niet eens eigenlijk dat ze ook sculpturen maakte, als je daaraan refereerde. Ja. Maar ik was verschrikkelijk blij, want dat was juist weer een andere stap. Nee, het is ontzettend mooi werk, maar het verbaast me wel dat het echt best wel ver, voor mijn gevoel ligt het best wel ver. Nou, het is op uitnodiging van de Amerikaanse kunstenaar Arthur Java, ik weet nooit hoe zijn naam uitspreekt,
die volgde haar op Instagram en die heeft haar uitgenodigd voor een tentoonstelling en gezegd van, waarom probeer je je werk niet driedimensionaal te maken? Okay. En dat heeft ze toen gedaan met die splitpen collages die aan de wand hangen. En later, de volgende stap, zijn die sculpturen geworden. Ik was dus verschrikkelijk blij dat we die sculpturen ook konden lenen. Een mooie aanvulling op de gelaagdheid van de tentoonstelling. Dat elke kunstenaar ook zijn eigen manier van expressie vindt binnen de museum. Want van haar heb ik wel ook in Venetië op de Biennale werk gezien. En dat werk hadden we eventueel ook kunnen bruiklenen. En dat was een serie schermpjes, waarin dus eigenlijk een bewegende Instagram was het. Maar het was zo heftig. Ik bedoel, dat is dan weer een curational choice. Ja. Zo, als je dat zo wil interpreteren. Ik dacht, we hebben al beneden zoveel video's. En we hebben al de video van Santi. Dat was ook geen en we hebben al meer aan het geheel. Ik dacht, dat wordt een beetje. Ik vond deze stille beelden heel mooi, in ieder geval. Ja. Martine Gutierrez, die dat is volgens mij ook wel meer de activistische kunstenaar in het geheel. Gericht heel erg op identiteit, gender, seksualiteit. Ik vind haar werk visueel wild, provocerend. Wat maakte voor jou dat je aan haar werk... Wat was het haakje voor jou? Nou, Martine vind ik echt een heel belangrijke kunstenaar in deze tentoonstelling, omdat zij perfect ingetuned is op het digitale medium. En dat een aantal dingen die ze maakt ook puur en alleen voor Instagram gemaakt zijn. Ja. Zoals dat filmpje, zij was overigens ook in de Arsenalen te zien in de Biennale van Venetië. Toen ben ik er pas gaan volgen, dus ik heb haar daar ontdekt. Toen heeft ze dat filmpje gemaakt, wat je nu ook ziet op dat scherm. En weer een foto van gemaakt, hè? Dat hercirculeren, dat recirculation, wat ik een mooi concept vind. Waarbij zij poseert bij de opening waar van dat werk. Ze helemaal uitsluitend heeft gedaan voor Instagram. Ja. Dus kunst alleen voor Instagram. Ze heeft ook, als je haar stories volgt, soms is het een tijdje minder, soms is het een tijdje meer. Dat is buitengewoon informerend over haar kunstpraktijk. En daar zitten ook hele mooie experimenten in, waar ik er ook heel veel van gegrabd heb en rond die kamer heb opgeplakt. Waar ze later zei, ze heeft ze heel genereus, ze vond het goed dat we het alles gebruikten. En toen zei ze, wauw, I'm being watched. Want dat was ook nog een openbaring, dat iedereen die denkt dat gewoon weg is. Dat je niet... Ja. Hè, ik had zoveel bewaard, men schrok ervan. Er zijn waardoor ook die screengrabs ook een soort van commentaar zijn. Ja, heel zijn veel, op heel het veel gezegd van, ook je mag ook die drie heeft. Wel gebruiken, maar die zijn te privé. Toen dacht ik, hè? Maar je hebt een open account en je hebt het voor miljarden mensen... Maar oké. Okay. Maar ja. Martine vond alles goed. En Martine communiceert over de geschiedenis van stereotypen, maar ook over haar eigen jeugd en biografie en de manier waarop er naar transgenders gekeken wordt en de manier hoe ze behandeld worden en de trots en de strijdkracht die ze hebben en de schoonheid die ze laten zien. En dan raakt ze weer in een soort depressie, dus daar heb ik die screengrab van met die spelfouten waarom Instagram evil is en zo. Dat was dan zo'n heel lang, Zoom-achtig, uurlange interview waarin ze met een blonde pruik op een bed lag. Het is allemaal heel expressief, hè? Het is fantastisch. Ja. Zij laat zich echt zoveel mogelijk zien. Zowel als kunstenaar als met haar eigen dingen waar ze haar kunstenaarschap uit put. Als de omgeving heel kwetsbaar waarin ze verkeert.
En reken maar dat ik dan extra boos word als ik lees over zo'n Amerikaanse staat. Want het komt dichterbij, vindt, het wordt bijna persoonlijk. Ja, dat transgenders geen medicijnen vergoed mogen krijgen of weet ik wat het allemaal was in dat idioot. Ja, voor een paar weken geleden was dat. Een paar weken geleden was dat. Dus ik ben mij ook heel erg bewust geworden van de moeilijke bestaan. Ook een rol van Instagram, hetzelfde als bij eerdere verhalen, dat het dichterbij komt, dat het persoonlijker wordt. Nou, omdat ik om haar geef als kunstenaar. Ja. Nou ja, ik identificeer me niet zozeer met haar onderwerpen, maar wel met haar als persoon. Ja. En zij is zeer bewonderenswaardig. Ja. En ze heeft een prachtige zaal hier gemaakt met dat behang. Gewoon van dit duizenden kilometers afstand. Alles van een afstand. Ik vind het zo knap. Omdat als een soort totaal kunstwerk. En toen heeft Benjamin daar nog rondgelopen met een blonde pruik op. Om net te doen alsof hij haar was. En dan schreef ze later, you dolls, jullie geloven niet dat ik het was. Dolls, andere. Dan komt het toch weer helemaal op de manier. Het komt helemaal terug op de manier zoals ik dat voor ogen had in de tentoonstelling. Ja. Nou, de laatste kunstenaar waar we nog even iets over waar ik nog wat over wil weten is Coco Capitan. Volgens mij draait haar werk vooral om identiteit ook, net als bij andere kunstenaars en zelfbeeld. Dit is veel minder hard, het is minder direct, het is wat zachter. En zij kon wel naar Amsterdam komen, volgens mij heb je met haar ook de ruimte deels kunnen richten. Ja. Zie je haar die fysieke aanwezigheid die zij heeft gehad, zie je dat terug in de presentatie? Coco is, als je hebt over haar fysieke aanwezigheid, een fantastisch creatief iemand. Echt indrukwekkend creatief. Dus op het moment dat ze hier is, heeft ze al helemaal allerlei ideeën hoe dingen kunnen hangen en hoe dingen gecombineerd kunnen worden en wat voor producten we voor de winkel kunnen maken. En dan maakt ze allerlei tekeningetjes. Beautiful, geweldig, inspirerend iemand. Misschien waren daar ook, want zij is nog net hier geweest voor COVID. In februari 2020. Voor de pandemie. Later is ze in oktober tijdens de semi-lockdown nog weer eens geweest om de werken af te drukken met Pieter Swensen. Oh, want Coco volg ik ook al met Coco analoog fotografeerd. En dat er dan met Pieter Swensen mooie afdrukken gemaakt kunnen worden. Dus kijken jullie daar nog eens naar. Is heel mooi. En in februari had ze nog allerlei bepaalde ideeën. Dus dat was gewoon onze groslijst waar we op verder zouden kunnen gaan. Maar daarna heeft zij gewerkt, ook door al die restricties, aan een show bij haar galerie Maximilian William. En die show is eigenlijk bijna in zijn geheel hier naartoe gekomen. Okay. Die staat hier dus met de uniformen, met de schilderijen. En dat vind ik ook altijd het leuke van Huis Marseille, dat we gewoon ook schilderijen tonen. Ja. Hoewel we een fotografiemuseum zijn. En sculpturen en installaties. En daarnaast heeft ze dus het grote grid gemaakt. Maar het is allemaal één thema. Het is heel poëtisch. En de edit is heel belangrijk. Zoals zij het vertelt. Het wordt nooit ordinair. Het is altijd heel erg vanuit en zacht. Bewondering voor het menselijk lichaam. Maar het menselijk lichaam is in Coco's filosofie een soort verdwaalde matroos die tussen geslachten in een gebied probeert te vinden waar hij safe is. Ja. En dat aspect werkt ze uit in alle karakteristieken. Dat zie je ook heel terug in de, heel erg terug in de ruimte. Prachtig. Je bent de curator van de tentoonstelling. We moeten het gesprek af gaan ronden al. Maar heb jij een nadrukkelijke boodschap naar het publiek met deze hele tentoonstelling? Ik werk. Kijk, ik ben natuurlijk ook gelukkig directeur van Huis Marseille. Dus het gewone programma, ik zeg maar gewoon, het is natuurlijk nooit gewoon, is ook een hoop werk om een goede selectie te maken en mooie tentoonstellingen. Maar één keer in de zoveel tijd borrelt er iets op, een heel sterk gevoel, een ongelooflijk intuïtief gevoel, dat ik iets moet met een bepaald onderwerp. En dat wordt dan één keer in de vijf jaar zo'n grote groepstentoonstelling. En die is ook eigenlijk alleen maar voor hier. Die kan ook niet reizen. Die is veel te persoonlijk. Die is veel te intuïtief.
En dan hoop dus ik maar eigenlijk... dat men het voelt. Ja. Ja. Door dus rond te lopen en te kijken. Bezoek de tentoonstelling. Of eruit te pikken wat je wel leuk vindt. Sommige mensen die vinden heel erg ontroerend, juist de documentaire fotografen. Ja. En die kijken helemaal niet naar wat een Frida doet of een Martine. Maar iedereen vindt er denk ik wel iets in. Bezoek de tentoonstelling en Liananne van den Berg een beetje beter kennen. Nou ja, als het museum weer open mag. Hè? Ja. Daar gaan we vanuit. Ja. Dankjewel Nanna voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel Nanna van den Berg dat jij ons hebt weer een deelgenoot wil maken in hoe deze mooie tentoonstelling tot stand gekomen is. En hoe belangrijk het Instagram is voor jonge kunstenaars. En ook ontzettend leuk om te horen hoe jij je research hebt gedaan om tot deze 8 kunstenaars te komen. En Mark Proust, ook dank voor dit interview. Goed gedaan, prachtig. Hey, en het is ook wel van belang om te weten dat de tentoonstelling die in Huis Marseille op dit moment loopt, dat die tot 29 augustus te zien is. Nou mensen, we gaan zo afsluiten, maar ik wil u graag nog even de gelegenheid stellen om nog veel te chatten, want ik zie dat nog lang niet iedereen is uitgechat. En in de tussentijd wil ik jullie graag meenemen naar de volgende edities van Foto 31. En dat is de eerstvolgende keer. Dan zal de uitzending live worden opgenomen vanuit een theater in Fotofestival Naarden. En dat is op zaterdag 24 juli. En voor degenen die erbij willen zijn, er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. Dus als je erbij wil zijn, van wacht er niet te lang met je aanmelden via onze site, dan kan dat nog. En daarnaast op de 27e editie, dan komen wij bij elkaar om het werk van Popel Kaumau te aanschouwen. En Popel, dat is een pracht van een fotograaf, maar ze is vooral ook bekend en beroemd geworden vanwege haar papier- en lichtcreaties die ze op dit moment exposeert in het Fotomuseum in Den Haag. Nou, ik hoop jullie in ieder geval ook dan allemaal weer te zien. En voor nu, dank allen die zo belangeloos hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze uitzending. En dat is een hele bunch van mensen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar nog wel even goed om hier ook nogmaals aandacht te geven aan de sponsors. En zonder welke het niet mogelijk is om deze uitzending te doen. Nou, in ieder geval, mensen, bedankt ook voor het kijken. Geniet vooral nog even van de Instagram-kunst die Huis Marseille, wat we hierna nog even laten rondlopen met een muziekje. En dan zie ik jullie alle spoedig weer terug. En blijf gezond.